Zo, fruitariër dus. Hallo, wat tof dat je weer kijkt. Ja. Ik ga vandaag weer een experiment doen die is aangevraagd door jullie. Ik ga namelijk als fruitariër leven. En als je nu denkt dat fruitariërs alleen maar op fruit leven, dan heb je het mis. Ik doe daar heel cool over, maar ik wist het zelf ook niet precies. Fruitariërs eten namelijk alleen de vruchten en vruchtgroentes die de plant niet beschadigen of doden. Dat betekent dus al het fruit, maar ook bijvoorbeeld komkommer, rijst, pitten, avocado's, noten en tarwe. Wat vooral belangrijk is, is dat ze dus niet de vitale delen van de plant eten. Dus niet de wortels, stelen en bladgroentes. Ze kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Namelijk dat wij ons gewoon moeten kunnen voeden met wat de natuur ons brengt. Maar het kan ook met religie of gezondheid te maken hebben of juist helemaal voor het milieu zijn. Ik ga één dag de OG vegetariër zijn. De original vegetariër. Waarbij je dus wel al die dingen zoals avocados en komkommers mag eten. En de dag daarna ga ik echt alleen maar op fruit leven. Ik ben heel benieuwd hoe ik me eronder ga voelen. Dag 1. Ik heb me voor de verandering weer eens super goed voorbereid. Oftewel, het is 10 uur en ik heb nog niks gegeten. Dus ik ga nu naar de Albert Cuypmarkt om in te slaan. Kleine notitie hierbij is dat ik normaal altijd om 7 uur al echt sterf van de honger als ik wakker word. Dus dit is voor mij heel wat. Nou, dit is de buit voor 7,50. Bakje van boze bramen, best wel wat kersen en 5 kiwis. Dus ik ga maar lekker fruitsaladetje maken. Fruitsaladetje. Ja, dit had je vast niet verwacht. Avocado, noten, linzen, erwten en mais. Nou jongens, het is een uur of 7 geloof ik inmiddels. Ik heb best wel heel erg veel honger. Maar ik heb dan ook ongeveer 700, 800 calorieën gegeten vandaag. Dat zie je helemaal niet. Well done, Marije. Dus dat is ook niet zo heel erg veel. Dus ik ga nu maar even een uitgebreid avondmaal maken. Welkom bij Onderkind TV. Onderkind TV. Ja, laten we het even opnieuw. Dames en heren, welkom bij Onderkind TV. Ook even doen alsof ik in de camera kijk, alsof ik weet hoe dit werkt. Dames en heren, welkom bij Onderkind TV. Wij zijn vandaag, fruitariër, blijkbaar. Fruitariër, dat is Frans. Nou, dit is niet Frans, dit is Marije. En Marije is dingen aan het snijden. Ha! Anyway. Mevrouw dacht, met al haar coördinatie, weet je wat, ik doe mijn meest witte, delicate, zijdeachtige jasje aan, terwijl ik soms tomaten en andere kleurrijke dingen ga snijden. Slim. Hoeveel vlekken heb je al gemaakt, mevrouw de fruitariër? Echt nul, denk ik. Dit is ongekend voor mij. Wacht, ik weet hoe dit zit. Je hebt expres helemaal wit aangedaan. Helemaal wit en blank. Want zo ben je een ultieme fruitariër. Zucht. Mensen. Dat was best wel een goed grapje. Dat was best Hallo, wel. Hier moet ik dus kijk nou, leven. Wit. Fruitariër. Ja. Nou, dit is dus best wel veel eten. Hand for scale. Tomaat, linzen, courgette. That's it. Hoe is dit fruitariër? Ik snap er niks van. Je moet trouwens even vertellen waarom je een roze shirt aan hebt. Goed. Ik geloof gewoon. De Hema Pride campagne van 2017 is door mijn bureau gemaakt. Ja, ik vind het briljant. Vandaag dragen wij met trots ons werk allemaal uit dat wij van iedereen houden. En ik hou van Juan. Juan, baby, I got you. Ik heb een theorie die mij gaat helpen. Cacao is van een cacaoboon. En een boon is een peulvrucht, meeste bonen. Dus chocola hoort ook onder fruitariër zijn. Nee, Vito, niks ervan. Wel. Nee. Wel. Nou ja. Hé, zal ik dan ook maar even fruitariër spelen? Meloenen! Ik zit een partijtje vol. Ik heb denk ik echt 2,5 kilo aan gewoon voedsel opgegeten. Hallo Poekie, jij bent niet fruitariër, hè? Nee. Hoi, we hebben een onderkin. Onderkat TV. Dit is onze zwerfkat die we hebben gevonden en die we maar in huis hebben genomen. Ze is al 14 en ze is doof en blind en ze heeft een hartritmestoornis. Een ingegroeide nagel. Ze mist een tand. Het is
echt een toppetje. Goedemorgen. Het is dag 2. Ik voel me goed. Ik heb niet goed geslapen overigens. Maar dat kan ook aan mezelf hebben gelegen. Waarschijnlijk heeft dat aan mezelf gelegen. Ik heb een kennis op Instagram gevraagd hoe zij normaal eet. Zij eet namelijk plantaardig. Maar ook wel een heel groot gedeelte daarvan is fruit. Dit is bijvoorbeeld haar lunch. En ik vroeg haar dus, waarom eet je steeds één soort fruit per keer? En dan zegt ze dus, het maakt verteren nog veel makkelijker. Waardoor je meer energie overhoudt. Omdat verteren dus nagenoeg geen energie kost voor je lichaam. Het bevalt haar in ieder geval heel goed. Maar goed, wat goed voor haar voelt, hoeft niet goed voor mij te voelen. Ik ga het toch wel een beetje proberen. Dus, happy breakfast! Ik ben inmiddels 40 minuten verder. Ik heb een hele galia meloen op en ik zit echt vol. Hoe krijgen mensen er 3 naar binnen? Hoe dan? Dan moet je echt in trainen of zo, denk ik. Het is 11 uur en dit wordt mijn tussendoortje. Dit is dus het nadeel en ook wel stiekem het voordeel van bij Women's Health werken. Is dat je altijd gelijk de nieuwste smaken van Tony's opgestuurd krijgt. Maar ik dat dus nu niet kan eten. Geef om dit kind. Op. En ik heb een partijtje een zere buik. Precies hetzelfde als toen ik een week paleo ging eten. Misschien moet mijn lichaam gewoon wennen aan deze nieuwe manier van eten of zo. En heeft zoiets van, what the fuck, waar is de Tony's? Waar is de chocola? Waar zijn de kazenvlees? En de hagelslag. Tweede meloen van de dag. Kijk, en dit is dus waarom ik nooit fruitariër zou kunnen worden. Want pizza. Yes, ik word pizzatariër. Dat is een vet briljant idee. Pizza. Ik las dus een artikel van Vice, die een jongen uit Leiden volgens mij volgde, die dus fruitariër is. Er was deze een jongen uit Leiden! Ja. En die kan dan makkelijk bijvoorbeeld 2 weken lang watermeloenen eten, omdat hij dan daar heel erg veel trek in heeft. En dan heeft hij het idee dat zijn lichaam dat nodig heeft. En dan eet hij gewoon 2 weken lang echt gewoon, nou ja, meerdere watermeloenen per dag. Het eerste wat ik denk als ik dat hoor is, is er iemand die dan 2 weken bij hem in de buurt is en checkt of hij echt alleen maar watermeloen? Want ik vind het een goed verhaal en ik geloof er precies zoveel van. Die gast zit echt wel bij de VWO. Het is net zoiets als die mensen die op de lucht leven en op het licht. Weet je wie van licht leeft? Nuon! Wat een slachtpartij, joh. 4 mango, is het nou, heb je nou lekker gegeten? Mango is op zich heel lekker. Ja? Dit is gewoon mezelf voeden, is het nu. Ja? Ja. Dus functioneel eten is het? Op dit moment wel. Oké. Ja. En voelt het ook zo? Heb je het idee dat je wel op een soort voedzame manier volraakt? Ja, ik ben wel een soort van verzadigd. Ja. Het is inmiddels de volgende ochtend en ik had gehoopt dat ik beter zou slapen. Omdat het natuurlijk een heel clean dieet is. Maar dat is nou niet echt het geval. Misschien moet je dan toch langer doorzetten of zo, voordat je dat soort effecten gaat merken. Oké, hoewel ik natuurlijk helemaal pro meer fruit, meer groente eten, meer eten wat de natuur ons brengt en minder plastic verpakkingen ben, denk ik wel dat als je gewoon alleen maar fruit eet, je belangrijke voedingsstoffen gaat missen. Bladgroenten bijvoorbeeld zijn super voedzaam en bevatten belangrijke mineralen. En ook kun je volgens mij niet genoeg eiwitten uit alleen fruit halen. Het helpt wel onwijs als je dan ook gewoon linzen en bonen en zo eet, maar oké. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om gewoon heel erg gevarieerd te eten. Ik heb door dit experiment in ieder geval weer ontdekt hoe lekker fruit is. Dat vergeet ik nog wel eens. En dat je met fruit en groenten gewoon echt heerlijke maaltjes kan maken die niet veel meer nodig hebben. Dus dat is sowieso iets goeds. Laat vooral even een reactie achter hieronder in de comments. Ik hoop dat je het een leuke video vond en ik zie je volgende week weer. Bye bye!